De ondernemingsraad, OR, van WVO Zorg bestaat uit 9 personen die verspreid werken over de hele organisatie. Op deze manier kunnen ze goed peilen wat er speelt onder de werknemers van WVO Zorg. Trapsgewijs worden er elke 2 jaar verkiezingen georganiseerd en wordt er gedeeltelijk een nieuwe OR gekozen. Leden van de OR hebben een zetel voor 4 jaar. Wat doet de OR? Het behartigen van de belangen van de werknemers. De OR controleert of WVO Zorg zich houdt aan wetgeving en cao. Iedere 6 weken overleggen de OR en Raad van Bestuur over de algemene gang van zaken binnen WVO Zorg. De Raad van Bestuur betrekt de OR bij besluitvorming, zowel financieel als organisatorisch. Door scholing te volgen houdt de OR zich deskundig. Alle overlegvergaderingen, arbo en jaarverslagen zijn na te lezen op intranet. Welke bevoegdheden heeft de OR? Adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en informatierecht. Taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden, de VOR. Wanneer benader je de OR? Wanneer je advies wil of een probleem hebt, dan kan je de OR benaderen. Voordat de OR deze in behandeling mag nemen, bespreek je het eerst met je directe leidinggevende, locatiemanager of HRM. Wil je meer weten of contact met de OR? Stuur dan een e-mail naar ondernemingsraad@wvozorg.nl of kijk op intranet.